Goedemorgen, dames en heren. Ja, als je als wethouder een opening als deze mag verrichten, dan krijg je op het gemeentehuis altijd wat materiaal mee waar je uit kunt putten. Maar nu is alles intussen verteld wat ik heb meegekregen. En ik wil dat niet nog een keer doen. Maar ik wil er toch een paar dingen uithalen die bij een gelegenheid als deze erg belangrijk zijn. Want het lijkt natuurlijk heel gewoon. De Pasen is achter de rug. Het seizoen begint dus voor de 23e keer ongeveer, misschien de 22e keer, beleven we de opening van het seizoen van het Brabants Museum Oud-Oosterhout. Een bijzondere gelegenheid. Maar als u nagaat, naast wat Guido al verteld heeft, dat we het afgelopen jaar zo'n 10.000 bezoekers hier hebben gehad. En dat met name de toeristen in Oosterhout het museum uitstekend weten te vinden. En dat er daarnaast nog 54.000 Oosterhouters zijn, van wie er wel een aantal zijn geweest natuurlijk. Maar veel van hen hebben de weg naar het museum nog niet gevonden. En die zouden dat toch echt moeten doen, want wat hier gebeurt is echt heel bijzonder. En ik zou wat dat betreft willen onderstrepen wat de voorzitter al heeft aangegeven. Namelijk dat er heel erg hard gewerkt is. En dat is eigenlijk het verhaal achter wat u ziet. Wij stappen hier binnen en het is mooi weer, alles staat klaar. Maar dat betekent wel dat er door die vrijwilligers ontzettend veel werk is verricht om het allemaal spik en span uit te laten zien. Feestelijk, alle stoeltjes zijn schoon en al die details die hebben aandacht gekregen. Ik ben hier een paar maanden geleden geweest en in de verschillende werkplaatsen en ateliers gebeuren echt hele mooie dingen. En de zaken die u hier ziet, die kun je niet bij IKEA halen. Daar zijn geen bouwtekeningen van. En het is steeds moeilijker en het vergt ook steeds meer creativiteit om dat allemaal te maken. Want bij Ad Michielsen kunnen we niet meer terecht. En sinds enige tijd ook niet meer bij Ad Broekhoven. Nou, dan kunt u zich voorstellen dat het nog meer aankomt op de creativiteit. Er zijn ook buiten de deuren nodige activiteiten geweest met exposities in de bibliotheek, take 5. Er is een quiz over Oud-Oosterhout gehouden in de Doelen. Bij huisartsen zijn exposities geweest. En er is ook een bijdrage geleverd aan een prachtig apparaat wat bij de bibliotheek staat. Dat heet een Heritage Browser. Dus er is daar kun je bladeren in je erfgoed. Ik vind dat het meer een erfgrazer is dan zo'n ding met zo'n moeilijk woord. Daar staan prachtige plaatjes op. Ik heb gezien dat ook Cor Huibe hier van de partij is. Nou, die heeft al jarenlang Oosterhout op de gevoelige plaat vastgelegd. Toen nog de gevoelige plaat. En op het apparaat, die erfgrazer van de bibliotheek, vindt u dat allemaal terug. Dus wat dat betreft, het verhaal, de details achter dat miniatuur stadje met een prachtig binnenmuseum, zoals Oud-Oosterhout zich afficheert. Ja, ik zou uw bijzondere aandacht daarvoor willen vragen. Nog één ding en dan stop ik. We hebben deze week een mooie bijeenkomst gehad in de Pannenhoef om stil te staan bij hoe is het met de cultuur in Oosterhout. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarbinnen ook onze geschiedenis koesteren en kennen. Want als wij willen werken aan een goede toekomst, dan moeten we weten waar we vandaan komen. De afgelopen 100 jaar, en die wordt toch verdeeld hier met een aantal figuren achter mij, is er ontzettend veel gebeurd. 100 jaar geleden hadden we nog niet eens algemeen kiesrecht. En als u nagaat wat er de afgelopen 100 jaar allemaal is uitgevonden, dan vraag je je bijna af wat er voor die tijd al die tijd gedaan is. Maar dat is enorm. En dat geeft aan dat de vier generaties voor ons, dat we die zeer erkentelijk mogen zijn en dat we dat mogen koesteren en dat we ook vertrouwen mogen hebben in de toekomst. Want wat in het verleden mogelijk was, dat moet ook in de toekomst mogelijk blijven. Nou, ik hoop dat we tegen die achtergrond ook de cultuur van Oosterhout voor de toekomst een mooie plek gaan geven. En dan denk ik dat een dag als vandaag nog eens onderstreept hoe belangrijk het is dat er al dit soort prachtige dingen in ons mooie Oosterhout gebeuren. Ik hoop de opening daarmee te hebben verricht. Maar ja. Dank u wel. Erg vriendelijk van u, meneer Peters, dat u de moeite nam vandaag om bij ons aanwezig te zijn. Dat waarderen we heel erg. En ik had een bloemetje meegenomen voor uw echtgenote. Maar die ben ik even kwijt. Even kijken. Oh, dat ben ik altijd. Ja. Dan geef ik de microfoon. Mag kiezen.
Zo kunt u ook toch nog van de bloemen genieten.